Yo guys, van kanaal, ik ben Rembrandt. Video van deze 15 juni zijn we van Rookpersoon Oranje, aflevering 31. Deze aflevering gaan we vooral hebben over de wedstrijden van de komende uren en de komende dagen. Tot en met maandagmiddag, einde van de middag. En natuurlijk met uitroeptekens over Polen-Nederland. En we gaan natuurlijk ook hebben over de afgelopen wedstrijden van de afgelopen 25 uur. Na dit erop gaan we sowieso verder. Remco zijn oranje, zie je de hele zomer lang met de Tour de France EK en Olympische Spelen. Dat was heel leuk. Ja mensen, welkom allemaal bij deze aflevering voor deze dag van de week. Is zaterdag 15 juni eigenlijk op een andere tijd dan normaal, want dan komt het dat vandaag in Friesland de hele dag de slachtenmarathon was. Dat is van Oosterbieren naar Raad. En dat is 43 kilometer marathon. En die om de 4 jaar gehouden wordt. Maar ja, deze keer was het wel speciaal, want het was nu 8 jaar later. Want dat, ja, 2020 was er geen slachtenloop, omdat ja, corona toen roet in het eten heeft gegooid. Maar ja, daarom ben ik er wat later. En daarom is deze video op een andere tijdstip dan normaal. Maar ja. De eerste twee wedstrijden zijn natuurlijk al gespeeld. De derde is nu momenteel nog bezig. Wanneer ik dit opneem. Spanje tegen Kroatië. En wat heb ik deze week? En ja, wat vond ik van de afgelopen wedstrijden? Nou, laten we daar maar als eerste mee beginnen. Viva Hollandia! Remco zijn oranje. Zie je de hele zomer lang? Met de Tour de France EK en Olympische Spelen. Dat was heel leuk. En deze drie wedstrijden zijn al gespeeld, momenteel. En ja, eigenlijk had ik eigenlijk, ja, vanmiddag eigenlijk my god. Ik loop vast. Zien jullie dat mij? Ik hoop het wel. Die van Spanje-Kroatië had ik eigenlijk moeten beoordelen. Maar heb ik hem al vergeten. Omdat dit natuurlijk de hele dag, vandaag, de hele dag die slachtenmarathon is. Die op Omroep Friesland te volgen is. En heb ik een beetje gelijk van de afgelopen wedstrijden. Want ja, ik heb natuurlijk afgelopen donderdag heb ik mijn mening gegeven over de komende wedstrijden. Wat ik ga verwachten van de komende wedstrijden. En ja, de eerste tegen Duitsland, tegen Schotland. Schotland kreeg natuurlijk een rode kaart. En ik had niet verwacht dat het 5-1 zou worden. 5-1 voor Duitsland. Ongelooflijk. Ik wist dat het hoog zou eindigen, maar zo hoog had ik niet verwacht. Nee. Maar ik heb hem wel beoordeeld. Ja, ik heb hem wel beoordeeld. Stom. Ja, de beoordeeld Spanje tegen Kroatië. Duitsland tegen Schotland. 5-1. Had ik dat verwacht? Nee. Ja, ik had wel verwacht dat Duitsland wel zou winnen, maar dat ze zo ver zouden eindigen, had ik niet verwacht. Duitsland is sowieso, ja, Schotland is sowieso wel minder dan Duitsland. Ik had gehoord dat zelfs mensen uit Schotland helemaal met de camper helemaal naar onder zijn gegaan via Calais. De grens, het kanaal over. En zo in Duitsland te vliegen, in München. Nou, dan moet je wel echt een echte voetbalfreak zijn, maar dat doe ik dus niet. Hongarije tegen Zwitserland, die natuurlijk gespeeld werd, dat is natuurlijk 3-1 is geworden. Dat is vandaag gespeeld rond 3 uur. Die is, heb ik voorspeld, 2-1 voor Hongarije. Maar ik dacht dat Hongarije zou winnen, maar Zwitserland is toch wat sterker. Ja, bijzonder. Had ik niet verwacht. Had ik het totaal niet verwacht. En dan Spanje-Kroatië. 3-0, momenteel nog. Het kan natuurlijk nog veranderen, het is een rust, wanneer ik dit opneem. Dus misschien is het, ja, dinsdag komt er weer een aflevering, maandag komt er weer een aflevering, nee, dinsdag komt er weer een aflevering van deze serie, wat van Rembo zijn Oranje. Maar laten we allereerst beginnen met, laten we verder gaan met de andere wedstrijden voor de komende dagen. Want natuurlijk Italië en Albanië, dat zijn de eerste landen die vanavond om 9 uur moeten spelen. Wat verwacht ik daarvan? Laten we bekijken. Viva! Remco zijn oranje, zie je de hele zomer lang met de Tour de France EK en Olympische Spelen. Dat was heel leuk. Italië en Albanië.
Om 9 uur vanavond. Op NPO 1, op NPO 2 te zien, op NPO 1. Een van die zenders. Maar Italië tegen Albanië, wat verwacht ik daarvan? Nou. Albanië was voor mij een paar jaar geleden best wel opvallend goed. Ik zou even kijken. Albanië tegen verschillende landen. Albanië. Albanië. Albanië is volgens mij best wel een ja, land die best wel goed is. Even zien. Nou, ze hebben een keer tegen Tsjechië gewonnen. Ook tegen Bulgarije. Tegen Polen een keer. En tegen Saudi-Arabië. Dat was tegen, dat was in de... In de winter, met de Nation League, wat staat hier? Oké. Okay. Ze zijn opvallend goed. Ja, ze zijn opvallend goed. Albanië. Dus ik verwacht er wel veel van. Maar ze hebben nooit echt tegen Italië gespeeld. Dat wordt een primeurtje. Staat hier. Er staat in ieder geval geen Albanië bij. Dus ik verwacht wel een... dat Albanië best wel hoog komt. Ik verwacht een, nou laten we zeggen, voor Italië 2-2. 2-2, ik geef het een 2-2. Dan natuurlijk de wedstrijd die natuurlijk met alle, eigenlijk met smak zit tot het wachten. Morgen om 3 uur in de middag, op zondagmiddag, mag Nederland tegen Polen voetballen. Ja, Nederland tegen Polen. Dat wordt wat. Nederland tegen Polen. Ja, en ik zit even te kijken van hoe ver Polen eigenlijk komt. Polen heeft 1-0 tegen Duitsland gewonnen. Een keer. Duitsland is opvallend goed. Dus ja. En het viel me ook trouwens op dat in de wedstrijd van Duitsland tegen Schotland. Dat Schotland bijna geen kans had om die bal te pakken. Dat viel me wel op. Polen heeft ook een keer tegen Argentinië gespeeld, 2-0. Maar je ziet wel dat Argentinië best wel moeite heeft. Dus ja, meestal als Argentinië tegen ons speelt, dan spelen ze wel 4-0 tegen ons. Dus ja, ik denk dat dit wel een beetje een clash van de titans wordt. Dus ik denk wel een beetje een... Ja, dit wordt wel moeilijk, maar ik denk een 2-3 voor Nederland. Een 3-2 voor Nederland, ja. Nederland krijgt het best wel moeilijk morgen. Geloof mij. Slovenië tegen Denemarken. Denemarken. Ja, Denemarken hebben we natuurlijk gezien een paar jaar geleden. Tegen Nederland volgens mij een keer. Dat bedenken nu de plekken. Denemarken, elftal. Ben benieuwd. Nou, even zien. Zo slecht dit. 3-1 tegen Noorwegen een keer. En ook een keer tegen Noord-Ierland. 2-0 heeft Noord-Ierland gewonnen. Denemarken tegen San Marino. Denemarken tegen Oostenrijk. Denemarken Kroatië. Ja. Slovenië tegen Denemarken. Slovenië. Ze hebben een keer tegen 1-1 tegen Kroatië gespeeld. De EK-kwalificatie. Nou, dan verwacht ik niet veel. Ik denk dat dan sowieso dat Denemarken gaat winnen. Ik denk wel een 2-0 voor... 2-0 voor... Denemarken, ja, daar ga ik voor. Servië tegen Engeland. Engeland is opvallend goed, dat weten we. Een paar jaar geleden was Engeland opvallend goed voor mij bij WK voetbal. Tenminste. Servië tegen Engeland. Ja, daar verwacht ik ook heel veel van. En ik denk dat, dat we wel een 2 en 1. Een 2-1. 2-1 voor Servië. Tegen Engeland. Roemenië tegen Oekraïne. Oekraïne. Ja. Roemenië tegen Oekraïne. Nou, ik ben niet het voetbal kennen, maar ik denk dat Roemenië sowieso wat beter is dan Oekraïne. Geen haat, maar ik denk dat het een 1-0 wordt. Ja. Zo moet ik typen dit. 1-0. België tegen Slowakije. Nou, ik denk dat Belgische leeuwen, zo noem ik ze, niet zo goed zijn al vergeleken met Slovenië. Slovenië is denk ik wat sterker dan hun. Dat gevoel heb ik een beetje. Maar dat kan natuurlijk ook helemaal mis hebben. Dus ja, dat vind ik een lastige situatie.
Ik denk wel een. Wat zou het zijn? Een 3-2? Een 2-3? Nee. 1-2. Een 2-1 voor België. Voor Slowakije. 2-1 voor Slowakije. Oostenrijk tegen Frankrijk. Nou, ik denk dat Oostenrijk wel een beetje een favorietje wordt. Oostenrijk heeft laatst tegen. Met EK voetbal. Of hebben ze niet gevoetbald? Ja, dat is wel de eerste ronde, dus ze kunnen sowieso. Oostenrijk. Oostenrijk. Nee, dat staat er nog niet bij. Maar Oostenrijk, die, ja, dat lijkt me ook wel een opvallend sterk team. En Frankrijk sowieso, die is sowieso, denk ik, wel echt de beste, denk ik, van het WK voetbal dit jaar. En ik denk dat, ja, Oostenrijk tegen Servië, Oostenrijk tegen Turkije zelfs 6-1 speelt. Dus dit wordt wel echt een clash. Denemarken tegen Oostenrijk, 2-0 voor Denemarken. Denemarken tegen Oostenrijk, 2-1. Oostenrijk tegen Schotland, Oostenrijk tegen Moldavië. Even kijken of we misschien even kijken Oostenrijk-Frankrijk zien staan. Zou mooi zijn. Maar ja, dat is nog de vraag. Voor mij heb ik wel een keer gespeeld tegen elkaar. Nou, ik zie het niet 1, 2, 3 staan. Oostenrijk heb ik wel tegen Nederland gespeeld. Maar ja, ik denk dat Oostenrijk veel, Frankrijk veel sterker is. Dus het wordt echt wel een. En ik heb me vergist met natuurlijk Duitsland tegen Schotland. Dus ik denk wel een 3-0 voor Frankrijk. Ja. Of een 4-0 zelfs. 4-0. Turkije tegen Georgia. Georgië. Ik hoop dat ik het goed zeg, ik heb geen idee. Een 2-0. 2-0. En dat zijn de wedstrijden die de komende dagen, uren worden gespeeld. En ik denk dat ik ook nog even de wedstrijd ga doen. Om 9 uur. Maandag 17 juni, Oostenrijk tegen Frankrijk. Wacht. Ik doe het van hem verkeerd. Ja, ik doe het helemaal verkeerd. Oeps. Nee, niet. Huh? Wacht. Wacht. Ja, ik vond het wel. Ik had een foutje gemaakt. Geen niks. Maar Portugal tegen Tsjechië. Dinsdag om 9 uur. Ja, we doen gelijk alle wedstrijden gelijk. Omdat ik de dinsdagmiddag waarschijnlijk geen tijd heb om die andere video's te maken. Moet even zien. Dat klonk heel verkeerd in Nederland. Portugal, Tsjechië. Nou, Portugal heb je sowieso Ronaldo, volgens mij heb je bij Portugal zitten. Dus Cristiano Ronaldo. Dus ik denk dat Portugal opvallend sterker is dan Tsjechië. Ik denk wel een 2-0 voor Portugal. Ja. Nou, dat zijn de wedstrijden die de komende uren worden gespeeld, de komende dagen. Tot en met dinsdagavond. Dinsdagmiddag komt er een video van op het YouTube-kanaal. Over de wedstrijden die gespeeld zijn. En natuurlijk, ja, natuurlijk niet de twee wedstrijden, zeg maar, om 6 uur en 9 uur. Die bespreek ik later. Maar de wedstrijden, zeg maar, van 3 uur. En die van maandag 3 uur tot en met zondag om 3 uur. Vanavond om 9 uur, dus 9. En 3 uur, dat verbreken allemaal die wedstrijden, zeg maar. Maar zeg maar, die van wedstrijden van dinsdagavond om 6 uur, tot zover. Die komen dan een andere keer aan bod. Maar dit was de aflevering. Ik hoop dat ik het leuk vond. Ik heb hier mijn best gedaan om er weer een aflevering van te maken. Wij zijn er. Wij zijn er. Donderdag weer. Donderdag 20 mei. Nee, sorry. Dinsdag 18 mei. Zelf een ring van deze serie. Ik hoop dat je nog meer kijkt. En ik maak er weer een mooie zoon van. Dat beloof ik jullie. Tot dan. Hoi. Remco, zijn er bij je? Zie je de hele zomer lang? Met de Tour de France EK en Olympische Spelen? Dat was heel leuk.